Hallo, hoe lastig een boek is kan afhangen van je eigen kennis van de wereld. Welke woorden ken je, wat weet je van de geschiedenis van een land en welke schrijvers en boeken heb je gelezen? Een boek dat je ongetwijfeld gaat wijzen op de kennis die je nog niet wist is het boek Malva van schrijfster en dichteres Hagar Peters. Centraal in het boek staat Pablo Neruda, een Chileense Nobelprijswinnende schrijver en een diplomaat van wie je misschien nog nooit hebt gehoord. En dat is ook niet erg, maar het is de eerste hobbel die je moet nemen bij dit boek. De verteller van dit boek is Malva, vandaar de titel. En dat is de dochter van Neruda en zijn eerste vrouw Maria Hagenaar, een Nederlandse. En er is iets bijzonders met deze dochter aan de hand. Je komt er al snel achter dat Malva op 8-jarige leeftijd is gestorven. Ze had een waterhoofd en ze is in feite doodgezwegen door haar vader. Hij erkende haar bestaan niet. Zelfs in zijn memoires die postuum zijn verschenen, noemt hij haar niet. Een tragisch gegeven dus. En dit dode en verzwegen meisje vertelt het verhaal aan de schrijfster Hagar Peters. En die twee hebben een link, want de vader van Hagar Peters, Herman Vuijsje, was aanwezig bij de begrafenis van Neruda in 1973. Naast de link is er ook een overeenkomst, want ook de schrijfster werd genegeerd door haar vader. Ze wist dat hij bestond, maar tot haar 11e kende Hagar Peters haar eigen vader niet. Een verhaal met een dode verteller en je begrijpt natuurlijk direct dat dit geen realistisch verhaal is. Malva kan reizen door de tijd en in het hiernamaals komt ze figuren tegen als Socrates, Goethe, Roald Dahl en de dichteres Tsimborska. Ook maakt Malva in het hiernamaals deel uit van een clubje verzwegen kinderen met onder andere Lucia, de schizofrene dochter van schrijver James Joyce, en Daniel, een jongen met het syndroom van Down van de toneelschrijver Arthur Miller. Een opvallende aanwezigheid is die van Oscar, de jongen die niet groeit. Het fictieve kind van de Duitse schrijver Günter Grass uit zijn roman Die Blechtrommel. Neruda is dus een lul en dat krijgen we wel heel vaak in deze klaagroman voor onze kiezen. Met een prachtig, weemoedig slotakkoord dat ten volste getuigt van de kracht, troost en zin van dichtkunst en verbeelding in het algemeen. Een boek over verstoorde oude kindrelaties en dan gaat het ook nog eens over de politieke geschiedenis in Chili. En staat het vol met gedichten en is er een sprankje hoop, want als Neruda is overleden kan hij tijd reizen en dat biedt hem de kans om alsnog bij de dood van zijn eigen kind aanwezig te zijn. Tessa de Loo is het pseudoniem van schrijfster Johanna Martina Duivenee de Wit en zij zal de rest van haar leven en wellicht ook nog wel daarna herinnerd worden als de schrijfster van de succesroman De Tweeling. In 2011 verscheen van haar hand Verraad Me Niet, een boek over broederliefde, loyaliteit en een moreel dilemma. Vanwege dit laatste omschreef een recensent het boek als Tessa doet een Herman Kochje. Niet zo positief bedoeld, maar er zijn inderdaad wat overeenkomsten tussen dit boek en Het Diner van Herman Koch. Hoofdpersoon Michiel is 13 jaar en hij heeft zijn broer Wolf iets verschrikkelijks zien doen. Een geintje dat uit de hand was gelopen, maar eigenlijk was het een wraakactie op schapenboer Boomsma, die Wolf verantwoordelijk houdt voor een motorongeluk waarbij een van zijn beste vrienden om het leven kwam. Deze Boomsma raakt in een coma en ondertussen wordt de broer van Michiels beste vriendin Titia onterecht opgepakt voor deze mishandeling. Michiel weet dat zijn broer Wolf het heeft gedaan en dus komt hij voor het dilemma te staan. Verraadt hij zijn broer of niet? Michiel zit met zijn geweten en hij wordt gechanteerd en bedreigd door zijn eigen broer. Twee broers die tegenover elkaar staan, dat is een klassiek motief. Het zogenaamde Kain en Abel motief, vernoemd naar een verhaal uit de Bijbel. Een ander motief dat opvalt is de aanwezigheid van dieren en in het bijzonder van vogels. Michiel heeft een folière met vogels en hij droomt en denkt over vogels die hij maar benijdt met hun vreedzame en zorgeloze leventje. Het gevolg is een geestloze roman, een docile vertoning waar je niet wijzer van wordt. De Loo schildert het hele drama in felle kleuren waarbij zij niets aan de verbeelding van de lezer overlaat. De recensenten waren zoals je kunt zien niet zo heel positief over dit boek en de wedstrijd tussen De Loo en Koch wordt door de laatste gewonnen. En hoewel Michiel uiteindelijk in zijn dilemma geholpen wordt door het noodlot, of eigenlijk door zijn eigen broer, is de vraag aan het einde of hij en zijn familie ooit onder de invloed van zijn broer en van wat hij heeft gedaan uit kunnen komen. Als je je gaat wagen aan de Nederlandse literatuur, dan is de keuze gigantisch. Begin je met een boek dat recent is verschenen, ga je voor een leuke titel of gewoon voor het aantal pagina's, of waag je je aan een klassieker, zo'n boek dat je ouders nog voor hun lijst hebben gelezen. Kies je voor dat laatste, dan kan het zo zijn dat je er jaren later achterkomt dat de schrijver van die klassieker ook nog heel andere boeken heeft geschreven voordat hij die klassieker schreef. Schrijver Jan Siebelink schreef al 30 jaar boeken voordat hij zijn bestseller en moderne klassieker Knielen op een bed violen schreef. Nu heb ik onlangs een oude werk van Siebelink gelezen, namelijk De Herfst zal schitterend zijn en dat is andere koek. In dit boek wordt het je als lezer niet makkelijk gemaakt omdat de structuur zodanig is opgebouwd dat je als lezer aan de bak moet en het wel even duurt voordat je een volledig overzicht hebt van de situatie. Michiel Wijlhuizen is een dertiger, getrouwd met Hella en ze hebben samen een dochtertje. En Michiel zou je kunnen omschrijven als mislukt, of althans zij zit in een behoorlijk dipje. Hij is werkloos, drankzuchtig en zijn vrouw is vreemd gegaan met zijn eigen broer. Au.
pijnlijk. Nu wil het geval dat Michiel wordt gevraagd als woordvoerder van een actiecomité uit de buurt dat protesteert tegen het Koetshuis, een sportzaal van de badmintonvereniging. Want ja, een sportzaal en badmintonners, dat is natuurlijk vragen om problemen. De buurt klaagt over overlast en advocaten worden er opgezet. Maar ondertussen wordt de hal alweer doorverkocht en Michiel vindt het maar lastig om alles te volgen. Siebelink laat ook officiële brieven langskomen, waardoor het je als lezer ook af en toe begint te duizelen. Michiel heeft dus een wankel leven, haast chaotisch, en dat van zijn vrouw Hella is niet veel beter. Zoekend naar veiligheid en liefde wordt ze meegesleurd in de ongelukkige toestand van haar man. Ze denkt na over het verleden en over de problematische relatie met haar vader. Ongelukkige relaties genoeg in dit boek, niet alleen Michiel en Hella, maar ook Hella's ouders en haar zus Claire lijken weinig geluk te vinden in hun relaties. Een boek over jaloezie, desillusie, chaos, het willen voldoen aan verwachtingen, ongelukkige liefdes en overspel. Maar er is wel een klein lichtpuntje aan het einde, wanneer Michiel en Hella elkaar tegenkomen op een verlaten plein.